Yo mensen, ik ben van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier, oh yeah, met mijn weekly rewards en met de Vision Rifle rewards. Mensen, ik voel het, deze week wordt het mijn week. Ik ga een icon pack, ik weet het zeker. Je ziet het al in de titel staan, je hebt een icon gepakt. Yes, lekker. Nou oké, ik hoop het heel erg. En hoop je nou ook een icon pack, wil zeker een duimpje op deze video. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dat kan. Abonneer je beneden, even drukken op dat belletje, join hashtag team belletje. Ik wil het weer zien in de comments mensen. En laat even achter wat jij uit je Division Rivals en Champions rewards hebt gekregen. En laten we maar beginnen met de Division Rivals. Ik ben natuurlijk rang 2 geëindigd denk ik, of misschien toch niet. Ja, we gaan weer voor de untradables en die tradables heb je niks aan, want ze zijn echt voor mij hele slechte packs dit. Ik ben rang 2 in divisie 3. De dingen zijn helemaal aangepast. Ik ga straks even aan Mark vragen wat nu het beste is om te eindigen. Want die heeft dat sowieso al uitgezocht en weet zeker wat nu het beste is om in te zitten. Ga ik even aan Mark vragen. Want ze hebben eerst was divisie 2, rang 3 heel goed. Maar voor mij is dat nu gepatcht en is het niet meer zo goed. Dus ja, dat is wel even iets om op te letten. Oké, laten we maar beginnen met deze packies. We hebben 6 packies, ook een paar muntjes gekregen. Nee, geen muntjes. Oké, dat is jammer. We hebben 2 premium jumbo grappakket. Die zijn echt heel slecht. Dat zijn 2 15k packs. We hebben 2 45k packs en 2 45k packs. Nou, laten we maar gaan beginnen met die 15k packs, want die zijn altijd slecht. Letterlijk altijd slecht. Zo ook deze. Oh, nu al drama. Ongelooflijk. Helemaal slecht. Hopelijk krijgen we gewoon flink wat fitnesskaartjes. Dat is eigenlijk het enige wat mij iets boeit. En we krijgen er geen 1. Kijk, daar doen we het voor. Dat is fijn. Maar wel, alle spelers heb ik al. Dat is nice. Heerlijk, heerlijk dit. Oké, nog een 15k pack. Deze packs zijn echt slecht, man. Oh, weer geen walker. Geef me even 1 walker tenminste. Jee, kom op, gun even dan. Oh, weer geen board. Wie is het? Oh, Niang. Nyang, nyang. Dramatisch. Oké, we hebben nog 4 packjes over. Een top gemengd spelerspakket en zeldzaam megapakket. Oké, laten we beginnen met de 45k pack. Dit is ook echt waarschijnlijk helemaal niks. Nee, weer geen walker. Dit zijn zo slecht deze packs. Die 45k packs zijn denk ik wel echt de allerslechtste packs die er zijn in FIFA. We krijgen hier Langley. Ja, die is... Ja... Ja, ik moet hier echt van huilen. Dit is toch slecht, mensen. Belotti. Jongen, hier doe je het toch niet voor. Even serieus. Wel goud 1 geworden. Dus we hebben natuurlijk straks wel 200k. Dus dat is natuurlijk wel echt heel erg lekker. Zo, mensen. Zou ik jullie even vertellen hoeveel ik gestrest heb? Zoals jullie weten, hebben kunnen zien, heb ik Dani Alves NPC gedaan. Die zit nu in mijn team. Maar Lala is ook heel goed. En nou speelde Lala voor jullie nu eergisteren tegen PSG. En scoorde die. Toen was ik, oh mijn god, dan krijgt hij een inform. Ik had een 86 inform. Die is veel beter dan Dani Alves. Ik dacht van, ik haal mijn leven. Maar toen daarna veroorzaakte hij volgens mij een penalty. En scoorde PSG de 1-1. Dus hij krijgt waarschijnlijk toch geen inform. Gelukkig. Oké, zelfs een mega pakket. Eerste 45k pack. Let's go. Geef hem een walkout. Nee. Dit meen je toch niet? Dit is echt zo slecht. Oh, hier is een bord, man. Wat is dit? Maar wel hopelijk wel fitnesskaart. Geef me alsjeblieft 5 fitnesskaartjes of zo. Dan ben ik echt tevreden. Dan ben ik oprecht tevreden. Oh, 4. Oké, 4. Helemaal prima. Daar ben ik echt oprecht wel blij mee. Dat vind ik oprecht. Ja, ben ik gewoon blij mee. 4, dat is gewoon rustig een 8k of zo. Oké, de laatste 35k pick. En daar gaan we door natuurlijk naar de echte weekly reward. Mijn player picks. Dit is echt zo slecht. Oh, Division Rivals. Kijk, ik doe er ook geen reet voor. Dat is ook zo. Dus ik speel echt weinig potjes. We krijgen voor het eerst borden. Belgisch, CV. Oh, oh, we krijgen Company. Oké, Company is wel lekker. Zo, die is traag. Holy moly. Die heeft nog maar 56 pace. Zo, die is echt langzaam. Oh, kijk. Oh, dat is wel lekker. 3, 2, 4 tassen en een 5 tassen. Heerlijk voor SBC'tjes. Daar ben ik zeker niet ontevreden mee. Prima pack je dit. En sowieso ook alweer wat fitnesskaartjes. Dat is helemaal lekker. Oké, okay, mensen hebben nu natuurlijk nog de Weekend League reward. Goud 1 geworden. Helaas geen elite. Want het team van de week is namelijk wel aardig. Zo, dan krijg je maar 2 rode kaartjes ook. Oh, dat is echt wel slecht. Maar 2 rode kaartjes. De goede spelers, Aubameyang, wil ik graag. Dat is het volgens mij wel. Nee, voor mij waren er wel 3 goede of zo. Maar laten we hopen dat ik Aubameyang krijg. Dat zou echt heel lekker zijn. Gun mij een keer Aubameyang. We krijgen Hernandez, die is niet heel goed. En we krijgen Bakayoko. En we krijgen Soleimani. Ik denk dat ik... Zo, die Soleimani heeft stats? What the fuck? Ja, wel met 3. Hij heeft wel niet meer 1 star weak, voor dat hij vroeger altijd. Zo, hij heeft 91 sprint snel. Hij heeft wel langzamer versnelling. Goeie shooting. Lekker hoor. 92 effect. Ik ga voor Soleimani. Al heeft die Bakayoko op zich wel aardig gestats. Maar ja, ik ga hem toch nooit gebruiken. Dus kan ik hem beter dan voor de hoogste gaan. Want die kan ik nog inleveren voor Squadbone Challenges. En even serieus. Hoe erg lijkt deze gast op de gevetboete Santi Cazorla? Fucking erg. Holy shit. Dan gaan we Soleimani. En laten we de laatste alsjeblieft hopen dat dit Aubameyang wordt. Geef me Aubameyang. Weer Soleimani. Top. Fantastisch. Nou gaan we voor Liva. Het lijkt wel alsof dit een selfie is, man. What the fuck. Dit is matig. Een matige player picks weer. Helaas. Hier baal ik van. Wel 4-3. Dat is op zich niet heel slecht. Maar voor de rest word je hier toch niet heel vrolijk van. Oké, ik ga mezelf eerst even kwalificeren. Mensen. Ja, want als je dat vergeet, ben je absoluut niet blij. En laten we nu maar de 100k packs gaan openen. Gun ons alsjeblieft wat goed. Dan komt dan de allereerste. De allereerste. En het is geen walkout. Ik haal mijn leven. Oh nee. Ik wil mezelf nu mijn hoofd tegen mijn bureau aanslaan. Oh, wat slecht. Portugees. Ja, het is geen Ronaldo. Nee, het is William Carvalho. William Carvalho. Maar volgens mij is hij wel wat waard. Dus dat is op zich wel nice. Kijken of we die vent meteen kunnen verkopen. Ja, misschien kan ik kan hem beter houden eigenlijk. Ja, ik hou hem nog. En weer gauw Moutinho. Oké, 8k aan discard. Heel matig eerste packje. Echt heel matig. Laten we alsjeblieft hopen dat we hier een walkout pack in de laatste. We gaan een nosepack doen. Kom op, geef hem een walkout. Jee. Geef me alsjeblieft die walkout. Weer niet. Nee, oh mijn god, deze pack was zo slecht. Ik moet echt janken. Ik kan hier echt totaal niet tegen. Ik ben echt zwaar hard genaaid met mijn reward.
Oh, Savic. Oh, Stefan Savic is 83. Wat ongelooflijk slecht. Oh, wat een drama. Oh, trouwens, zat ik er zelfs ook vrij dik, zoals je nu ziet. Wat een dramatische reward. Echt, mijn slechtste tot nu toe. 100%. Wel weer flink wat coins erbij, dat is wel lekker. 237.000 munten. Kan ik inmiddels al Neymar in vorm halen? Dat is wat ik me afvraag. Ik ga toch met mijn huidige team spelen, mensen. Want volgens mij is dat gewoon wel het beste wat ik, ja, wat ik eruit kan halen. Kost Neymar in vorm nog steeds 1 miljoen. 1 miljoen, laten we zeggen 1.1. En hoeveel is normale Neymar? Want die heb ik natuurlijk nog. 730k. Dus laten we zeggen, daar kunnen we 700k uithalen. Is 940k heb ik. Nee, heb ik zeker niet genoeg coins voor Inform Neymar. Dus deze 250k moet het helaas mee doen. Kijk, je kan zeggen wat je wil. Maar ik wil gewoon naar die moker divisie. Welke divisie is het? Ik wil gewoon naar divisie 2. En ik wil eigenlijk gewoon naar divisie 1. Want ik vind gewoon dat ik daar hoor. En ik moet sowieso nog even inkomen. Dus gaan we even een klein potje spelen, mensen. Mis ik mijn Mbappé in vorm? Niet echt. Deze Mbappé, 1 wedstrijd, 0 goals, 0 assists. Goed man, hè, Mbappé. Ja, niet alvast aan tegen 1 goal, 1 assist. Dat is fantastisch. Natuurlijk die corner. Wil ik trouwens, wil ik dat hij mijn corners neemt? Ik weet niet of ik mezelf hierdoor ga haten. Omdat ik dus. Wat hierdoor gebeurt is dat mijn verdedigers de corners gaan nemen. Maar ik denk dus wel, ja, die kunnen wel best gewoon die corners nemen. Dus ja, ik ga gewoon hopen dat dat lekker gaat. En laten we dan maar een klein potje gaan spelen. Het is eigenlijk vierbaar. Eigenlijk zou ik moeten leave, maar dat doe ik toch niet. Hier ga ik spijt van krijgen. Oké, daar gaan we dan. Dit is mijn tegenstander zijn team. Laten we alsjeblieft hopen op een goede generale. Hij heeft een aardig team, maar niet heel goed. Hij speelt met Tagliafico in de licht. Oké. Okay. Hij heeft wel een soort leuke hybrid. Eigenlijk best wel leuk team. Nou ja, eigenlijk valt wel mee. Hij heeft gewoon een paar Nederlandse Eredivisie. Ja, dat is wel lachen op zich. Ja, dat is wel lachen. Ik ben al niet op full cam. Ja, dat is wel jammer. Oh, hij gaat gelijk wisselen. Wat denken we ervan? Oké, let's go. Daar gaan we. Oh, gelijk zet de paas. Er wordt helemaal niks. Duinmeijer 9. Geef me helemaal in zijn zak. Zoals jullie weten, spreek ik nu natuurlijk met Neymar op rechtsbuiten en Mbappé op linksbuiten. Moet ik zelf nog wel een klein beetje aan wennen om eerlijk te zijn. Maar het komt goed. Ik wen er wel aan. Goeie bal. Neymar. Neymar. Voorzet. Oh, iedereen rent er langs. Dat is jammer. Hop. Mbappé. Oh, Mbappé nog steeds. Niet meer. Jammer. Ah, Blank. Goed ertussen, jongen. Lekker. Mijn team speelt weer heerlijk. Ik weet niet wat het is, maar soms is een nieuwe tactiek gewoon echt. Dan voelt je team gewoon helemaal nieuw weer. Dat is echt lekker. Hij zit helemaal vrij daar. Haal hem terug. Oh, dat is echt slecht gedaan, jongen, Suarez. Mensen, ik wil zo graag CR7. Kom daar niet over, je bent snel. Ga naar binnen. Ja, ik wist het. En hij komt er nog lang zo. Oh, nee. Gaat sowieso finesse shotten. Haha, ik stond er al met mijn keeper. Haha. Lekker, zeg. Waarom lukt je nou weer op pauze, man? Wat is dit? Oh mijn god, dat meen je niet. Kort hij gewoon alsnog een fucking finish, joh. Ik sta gewoon 1-0 achter. Oh, wat is je blij. Even pauze drukken misschien? Jongen, jongen, jongen. Oké, concentratie, kom op. Kopje erbij. Oh, ik zei laatst al, ja, mijn verdediging is zo steady. Oh, jongens, jongen, wat gebeurt er allemaal? Je gaat er toch niet in, hè? Nee, oké, dank. Kijk even ook daar beneden. Ja, ik ben er rondjes, ben ik nu achtergekomen. Maar dat is wel irritant. Maak het even andere kleur of zo. Jongen, al maak je mij rood en hun wit. Dat maakt me geen reet uit. Het gaat me gewoon omdat het tering moeilijk te zien is nu. Hoppa, 1-1, Neymar. Lekker. Neymar aan de rechterkant, even goed als aan de linkerkant. Neymar, wat is die vent goed? Oh. Geloof mij nou, mensen. Die vent is zo ongelooflijk goed. Koop hem. Ja, Suarez. Oh, gaat hij lopen fake shot. Hij heeft sowieso mijn video gezien dat ik niet wist hoe het moest. Dat hij het nu zelf doet, hè. Duinmeijer. Oh, jongen. Hoe komt die bal naar langs? Oh, wie schoot dit? Wie is het? Waarom staat Varaan daar? Waar slaat dit nou weer op? Je geeft nog een perfecte paas ook. Oh, je krijgt nog een rebound anders. Jongen. Nou, wel gelukkig dat hij niet inging trouwens, maar... Oh, hij loopt met zijn keeper. En ik weet niet wat er gebeurde. Maar op een of andere manier zit deze bal erin. En sta ik 2-1 voor. Waar ik helemaal niet ontevreden mee ben. Maar het was toch een klein beetje raar. Ik ga toch even kijken wat hier precies gebeurde. Ik heb geen idee. Overheen. Boom. 3-1. Griezmann. Let's go. Hoppa. Antoine. 3-1. Heerlijk. Op Neymar. Oh, bad timing. Ah, moet je maar niet lopen met je keeper. Bad timing, scores nog heerlijk. Wat een ongelooflijk slecht schot. Ah, neem maar met zijn hattrick. Yes, neem dat balletje maar mee naar huis hoor. Meenemen. Ongelooflijk wat lekker. Niet normaal. Hij heeft gewoon 2 goals tegen hem, want hij ging lopen met zijn keeper. Ja, dat kan je het gewoon beter niet doen hoor. Ik weet niet, hij heeft nog niks door tegengehouden. Kijk, als je dan niet begrijpt hoe het werkt. Kijk, ik snap ook niet hoe het werkt op korte afstand. Ja, dan moet je het gewoon niet doen. Tikkie door. Lekker, 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 lekker. Kom aan. Tweede paal. Mbappé doen. Boom. Lekker Mbappé. Heerlijk. Mooi doelpunt zeg. Dit is wat ik wil zien. Neymar die aan de rechterkant doorkomt. Mbappé die linkerkant lekker binnen schiet die bal. Lekker. 5-1. Oh, echt goed ben ik. Moet ik zeggen, ik heb ook wel een stuk bij het team in deze gast. Maar 5-1 winnen is gewoon sterk. En ook gewoon prima doelpuntjes gemaakt. Ja, oké. Okay. Een paar waren echt heel slecht. Die goals met Neymar bijvoorbeeld. Die waren echt heel slecht. Oh, hij heeft hem. Echt de eerste keer ooit dat ik een keer tackle met mijn speler dat hij de bal ook heeft. Nou, hij heeft hem niet. Maar hij raakt wel de man. En dat vind ik echt al een hele grote vooruitgang. We hebben wel gewonnen, mensen. Easy. Zijn jullie klaar voor de Weekend League, mensen? Elite 2 is mijn doel. Elite duels is my goalos. En ik hoop echt van ganse harte dat ik het ga halen. Ik denk dat het mogelijk is. Want ik speel wel lekker. Ik ga wel lekker. Hij heeft veel meer schoten. Maar laten we even kijken van waar zijn schoten zijn. Letterlijk 2 binnen de 16. Zou deze man houden van finesse shots van net buiten de 16?
Het lijkt me wel een klein beetje op klein beetje. Schot op doel. Ook 2 binnen de 16. Heerlijk. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Als je hem leuk vindt, zeker niet te liken. 4.500 likes is morgen mijn eerste 2 potjes van de Weekend League. Die ik sowieso ga winnen. Easy win. Easy win. Wil je nog meer van zien? Dat kan. Klik dan hier of hier. Dan kan je een oude video van mij kijken. Of wil je wel abonneren? Kan ook klik dan hier. Abonneer zeker. Blijf je de host van echt leuke video's. En zie ik je weer bij de volgende video's. Dus laat je vooral mee tot de volgende keer. En ik zeg doei. Later.